something new of where we go from here. Walk the way the wind blows, wipe away the tears. Walk the way the wind blows, wipe away the tears. Ergens tussen die papieren liggen. The one you're looking. Lazy Tater.
Peter died of bent. I said, Craig, you've been fully married and hit a fed. And squeeze that geeky through you only. Only if you might sing, you must only before and a mess of like a day.
down in New York City, hanging out every day. Sinds vorige week. En ja, dat klinkt als een klok. Alleen moet alleen nog ingespeeld worden. En dat gaan we nou doen. Sakai! Sakai! Thank you.
Goed, doe de rest van de band gelijk ook in. Op de mandoline, razendsnel. Jan Pas. En ons manager van alles. En fijne zangeres. Op contrabas. Bebby Gasman. En op gitaar onze fijne zanger. Ronnie Snipper. Goed. Tijd voor een beller, Jan. We kunnen niet blijven doorrazen natuurlijk. Zijn ze helemaal niet gewend, hè? Volgens mij wel. Hè? Dat geraas zijn jullie hier niet gewend. Het gaat over daklozen. Ja, dat liedje dat ken ik al. En, ik vond het een heel mooi liedje. Ik heb verder niet zo heel veel met daklozen. Maar sinds dat ze vorig jaar zijn gaan snoeien in de subsidies voor kunst en cultuur, denk ik van ja, dan liggen het voor ons ook dichterbij. Dus best wel serieus gaan nemen eigenlijk. Ja. Dat heet The Homeless Waltz. Zingt een liedje van de McGarrigle Sisters, dat heet Fool is You, en dat gaat eigenlijk over mij. Fool is You. Is dat nog domme dingen gedaan, want dat doe ik er dan uit. Wat even belangrijk is, let op de solo van Geert. Let op. Oh,
liedje over treinen. We hebben hem opgenomen, maar wegens gebrek aan een aantal nummers, dat betekent 1 tot en met 14, komt hij niet bij de cd op. Dus dan moet je nu maar echt even gaan genieten eigenlijk. Want kan je niet meer terugluisteren. Volgens mij staat er nog ergens een oude opname van TV Drenthe. Of een Radio Drenthe. Kunnen ze hem wel een keer, draaien. Ja, we gaan over treinen, dat heet LNN. En ik weet niet precies wie het geschreven heeft, volgens mij is het van Norbert Leef. Ja? Gene Ritchie. Ja, oké, maar het stond onder een andere naam, daar was het, hè. Het staat onder de naam Thames Hall. Gene Ritchie die schreef liedjes in de jaren dat de politiek nogal, in het jaar 50, 60, tussen 50 en 60, de politiek nogal gevoelig was, schreef ze om haar familie te ontlasten. Schreef ze onder de naam Thames Hall. En zodoende is ze niet terug te vinden bij het liedje. Wel onder de naam Thames Hall. The LNN, don't stop here anymore. Oh,
ring. Okay. Ja, we zitten even overleggen, want Jan die probeert het toch maar. Bye bye blues. Dit is het laatste liedje van onze set hier. Willem, bedankt voor je gastvrijheid. Lucas, dankjewel voor het uitnodigen van deze theater in het programma. Kees, ontzettend bedankt voor het geluid, jongens. Applaus voor alle drie. En dan kan ik nog zeggen, de nieuwe cd die is inderdaad uit sinds vorige week. We hebben hem mee. Dat zou stom willen dat niet te doen natuurlijk. En ja, benzine is duur tegenwoordig. Dus ik zou zeggen, koop een cd. Kun je toch even thuis even naluisteren voor het geval je het allemaal niet verstaan hebt. We gaan er nog wel met het laatste liedje, Bye Bye Blues. Bedankt voor het luisteren en hopelijk zien jullie een volgende keer op een van de concerten hier in de buurt. Dankjewel. Thank you.